Goedemorgen. Ah, wel, ik sta hier op het balkon, terras van ons hotel. Het is de laatste stop voordat we terug naar huis gaan. En we zitten eigenlijk in Chamonix. Dat is vlak aan de Mont Blanc. Welkom trouwens in de vlog en blij dat je terugkijkt. Straks zijn we terug in Roeselaar, maar ik wil jullie toch even laten meegenieten van het prachtige zicht. Kijk, dat is hier het volledige Mont Blanc massief. Dus ja, dat is niet één top, dat zijn verschillende stukken en pieken. Maar dat is dus het Mont Blanc massief. Mooi, hè? De eeuwige sneeuw. En nu gaan we naar huis. En Italiaanse vliegen van mijn auto wassen, dat hij weer mooi proper is. Ja, het is ondertussen maandag. We zijn terug begonnen met werken. En ja, ik moet zeggen, het is al direct de moeite. En het is ook op bureau heel warm. Mijn bureau zit in het dak en het is al jaren dat ik spreek over een airco daar te installeren. We hebben al zo'n mobiele bak staan, maar hij moet nog aangesloten worden, liefst via een buis naar buiten. Ik heb mij hier een beetje zetten voor te werken. Dat is hier trouwens boom 610. Om te kijken hier naar de bomentelling van onlangs. Het is hier zalig in de schaduw. Voordat we verder gaan, wil ik wel nog één iets delen met jullie. Van op vakantie. Ik kreeg namelijk een sms'je van Proximus. Kijk, had ik je tonen. Het is dit stukje hier, en dat gaat dus over de roamingkosten als je in Zwitserland zit. Dus we zijn via de Mont Blanc tunnel gereden. Dat is ja, ook heel dicht bij Zwitserland, dus ik kreeg een sms'je van: u zit op het Zwitsers netwerk. Beste klant, als je roaming opties hebt geactiveerd, haal je de volgende tarieven. Voor 1 megabyte, ik ben niet aan het 7, 1 megabyte, 14,52 euro. Dat is gewoon belachelijk. Ik heb één liedje beluisterd en mijn 60 euro was al op 14,52 euro per megabyte. Kan er mij dat iemand uitleggen? Laat dat gerust doen in de description van onder. Maar dat vind ik er wel volledig over. Maar enfin, dit terzijde, het is al in het verleden en we hebben geleerd dat we aan morgen kunnen nog alles veranderen. Aan gisteren kunnen we niks meer veranderen, dus ik ga het mij eigenlijk niet aantrekken. Maar ik wilde toch een keer delen met jullie. Dus let op, als je op reis nog gaat en je moet in Zwitserland zijn, zet je roaming uit. Ik zal u een beetje mailtjes verwerken. Oké, okay, komt in orde. Stuur dat maar deuren aan mij en ik zorg dat dat in orde komt. Alright, ciao ciao.
zalig hier in dat park. Het is hier een lekker fris briesje. En ik zit hier in de schaduw, dus geen zon. Ideaal voor mijn scherm. Dat is de max. Voilà, het is van zwem. Het was dikke 3 maanden geleden. Ik had een blessure aan mijn schouder en ça va eigenlijk. Ik ben super content. Half uurtje gezwommen. 46 lengtes. Voilà. De dag kan beginnen! Ja, ik zit vol energie, ik zit volledig zin. Ik moet naar Oostende appartementjes gaan trekken. Vanavond is er een modeshoot bij Icor van Boutique Mixi. Voor de nieuwe, voor de nieuwe herfst-wintercollectie van 2019-2020. Dus het gaat plezant worden vandaag. Ja, de shoot van Mixi is al juste voorbij. Ze zitten allemaal te lachen. En we gaan er een keer, we zitten hier in Gastro Henri en we gaan er een op drinken. We zijn voilà. Ching ching. Ching ching ching. Bedankt iedereen. Ching ching ching. Bedankt voor de fijne samenwerking. Bedankt voor de toffe shoot. Het was wel leuk. Toffe avond en ik ga hier de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het abonneren en tot de volgende week. Ah ja, trouwens, de kok van dienst was Jonas. Dank wel, Frederik, om tot bij ons te komen. Gastro, Henri, als je ooit eens wil lekker eten in Roeselare, link in de description. Altijd welkom.